We staan weer op Eemdijk bij Oudje Eppie. Ja. Maar het is, de tent is leeg, Jan. Ja, helaas wel. Hè. Dat, in verband met de corona zijn we genoodzaakt om te sluiten. Maar je gaat niet bij de pakken neerzitten, toch? Hè? Nee, ik ga niet bij de pakken neerzitten. Wij deden natuurlijk altijd al het een en ander afval. En nu gaan we daar ons eigen wat meer op zetten, zeg maar. Om het afval op te pakken en eventueel het bezorgen erbij. Je moet toch de weken doorkomen dat je niet open mag zijn. En, ja. We gaan buiten een wachtraam maken en dan willen we dan die anderhalve meter. Dus de mensen kunnen gewoon eventjes gaan zitten. En dan gaan we hier binnen zetten we de balie voor om voor het personeel zelf ook die anderhalve meter te houden. Dus dan kunnen de mensen afrekenen, het liefst binnen natuurlijk. Maar. En we zetten de deur open hier, dus dat de mensen geen deuren open te doen of ergens met de handen aan te komen. Geen deurdruk vasthouden? Nee. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen, maar we gaan dat wel iedere keer even reinigen natuurlijk, want er komen er altijd mensen binnen. Wanneer start je de boel op, Jan? Morgen om 4 uur gaan we open. We hebben de eerste bestelling al binnen. Toen ik hier vandaag aan de gang was, werd er verschillende keren gebeld. Morgen vanaf 4 uur gaan we beginnen kunnen bestellen. En als alles goed verloopt vandaag, is de bestelsite ook klaar. Dus dan kunnen ze voor bezorgen uitsluitend per mail gaan bestellen met oog op de betaling. Even voor de duidelijkheid, dat is morgen, dan is het donderdag. Op donderdag start je, hè? Ja, donderdag starten we. Mocht het nou niet helemaal lukken met de bestelsite nog, dat een dag langer duurt, dan zorg ik dat er pinapparaten zijn voor in de auto's. De eerste stap die we zetten is zeg maar in Eemdijk te bezorgen in Buntschoten, Spakenburg. Maar misschien ook wel een bar of in Nist doen. Dat blijkt hoe het gaat lopen. Hé Jan, heel leuk initiatief met het eten. Maar nou staan we in Amersfoort, wat doe je hier? Nou, we hebben hele goede contacten met Theo. Theo werkt inmiddels bij Emerpark. We kennen elkaar al 25 jaar. En toevallig was er vorige week een collega van bij hem. En die zei van, we hebben een elektrische Berlingo, die willen we eigenlijk wel eens inzetten om te kijken wat hij doet bij het bedrijf. Dus ja, toen ik eten ging me zo, ik denk ja, één auto, dat is wel een risico. Dus we hebben contact met Theo gezocht en Theo zei van, nou, ik ga het met je meewerken. Dus dat vond ik een heel leuk aanbod. Dus. Vandaar dat ik hier staat om de elektrische Berlingo op te halen. Hey, neutraal, dus en warm eten. Een mooie kans denk ik voor Oudje Eppie. We hebben hem staan en ik denk dat hij op dit moment niet heel veel gebruikt zal worden. Dus een mooie kans om ook de ervaringen van de elektrische auto te testen. Nou, dankjewel. Ja. En geen handje schudden, hè? Nee, geen handje schudden. En tot slot, normaal gesproken sluiten we altijd af met een lekker biertje, maar dat is... Dat zit er niet in.